Ivan de Vadder opent de eerste stemmersdag van het Vlaams Parlement met een interactieve sessie over het hoe en waarom van verkiezingen. Een hele dag lang worden 280 leerlingen die op 26 mei voor de eerste keer zullen stemmen, ondergedompeld in de politiek. Wij hebben van school gehoord dat wij hier naar het parlement kwamen om nieuwe dingen te leren over de verkiezingen, hoe dat hier in zijn werk gaat, wat eigenlijk verkiezingen zijn. Hoe dat de stembrieven en de computers werken. We hebben eigenlijk heel veel informatie gekregen dat we eigenlijk nog niet wisten. We hebben dan bijvoorbeeld samen gepraat en een debat uitgevoerd met medeleerlingen. En we hebben dan workshops gedaan van hoe het is om in de camera te praten en op de radio. Die workshops eigenlijk. De leerlingen kregen ook de kans om zelf een tiental politici aan de tand te voelen. Een gesprek dat misschien mee hun stemkeuze zal bepalen op 26 mei. Ik weet wel ongeveer op wie ik nu ga stemmen, maar ik ben zo nog wel wat aan het twijfelen tussen Vlaams Belang of N-VA. Ik zou zeggen groen, want ze denken aan het milieu en al die dingen. En ik ben ook iemand die van het milieu houdt, dus ja, ik wil ook langer leven en al die dingen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.